Goedendag, ik ben Mario Lopez. Ik importeer sinds kort Cabrianse rum van mijn vader. Het is van familierum. Dit is de fles. Het was altijd een droom van mij om rum van mijn vader te importeren. Ik ben nu al een jaar of 30 bezig in de drank. En sinds dit jaar heb ik het echt officieel aangepakt. Fles hier gekocht. Doppen, dozen, alles geregeld. Naar Cape Verde gestuurd. Ben ik daar naartoe gaan. Geoogst. En mijn broertje die stookt het. En, grog valt onder, is een rum, gemaakt van suikerriet. Alleen het is een typisch Cabrianse drank. Dus zeg maar, wat jenever is voor Nederlanders, is de grog voor ons. Dus iedereen groeit er mee op. Zeg maar, als je klein bent, je hebt buikpijn, krijg je een stokje grog. Heb je kiespijn, krijg je een stokje grog. Dus vanaf kleins groei je er mee op. Dus zit vanaf kleins in het bloed. Ik heb het etiket zelf laten ontwerpen in Cape Verde. Er zit een tekening van een berg op. Dat is het berg achter het huis van mijn vader. Dus om de plek aan te duiden. Het heeft voor mij een dubbele betekenis. Want dat is ook een berg waar mijn moeder vaak met haar eigen moeder naartoe ging. Dus mijn oma. En toen mijn moeder zwanger van mij was. Toen, het was een soort schande. Dus wilde mijn oma, wilde mijn moeder eigenlijk van die berg afduwen. Die zei van, ja, er zit niks anders op. Want ik kan het niet aan je vader vertellen, dus ik ga je maar van die berg afduwen. Dus de berg heeft voor mij dan meerdere betekenissen. Ondanks dat deze versie van witte rum op de Kaapverdische eilanden immense populariteit geniet, is er ook een keerzijde. Nou, alles moet je doen met mate natuurlijk. Ook drinken. Als ik grog drink, moet je ook met mate doen. En niet gaan overdrijven. En sommige mensen, ja, door problemen, gaan ze nog meer problemen opstapelen. Dan gaan ze naar het fles grijpen. Maar of het nou met grog is of wat anders, het is hoe het tussen je oren zit. Klopt dat er heel veel slechte grog wordt gemaakt. Ik denk alleen dat het misverstand is dat niet iedereen weet hoe dat komt. Ik heb hier gewoon ook een drankopleiding gevolgd. Dus dat zit vooral met temperatuur, zeg maar. Als je grog gaat stoken, is in het begin is de temperatuur te laag. Dan krijg je giftig alcohol. Dan is de temperatuur goed, dan heb je goede alcohol. En aan het einde is de temperatuur weer te hoog. Dus dan heb je weer giftig alcohol. Dus als je dat niet scheidt, dan krijg je alles bij elkaar. Dan krijg je ook methanol, ethanol, ook de giftige alcohol komt bij elkaar. En daar worden mensen dus ziek van en kunnen ook zelfs aan dood gaan. Ik ben Alice Fortes, ik ben de partner van Mario Lopez en ik ondersteun hem met het uitzetten van zijn groglijn, de Duarte Lopez Witte Rum. En dat is hartstikke leuk om te doen, omdat het echt Cavia's erfgoed is. Dus iedereen kent de grog en er is vaak discussie van wat is nou echt goede grog en ik geloof zelf dat de beste grog uit Sant'Antão en uit San Nicolau komt. Maar mensen, kijk uit, drink met mate!